Hoi, leuk dat je meehaakt met deze droomdeken. In deze eerste introductieles ga ik je alles vertellen over de deken, geef ik je handige haaktips en starten we met de eerste steken. De droomdeken is gehaakt van Vilda Partner 6. Een heerlijk zacht en sterk garen dat zeker geschikt is voor home deco. Het is een kwalitatief hoog garen wat samengesteld is uit wol, polyamide en acryl. En daardoor lekker warm en vormvast. Ideaal dus voor een woondeken. Onze droomdekens zijn gehaakt in 4 verschillende kleuren. De droomdeken wordt gehaakt met verschillende maten haaknaalden. Het is belangrijk dat je goed kijkt welke haaknaald er bij het garen past en op welke manier jij haakt. De een haakt losser, de ander haakt vaster. En het is heel belangrijk dat je dus de goede maat kiest. Ik gebruik zelf de Clove Amour haaknaalden. Niet alleen omdat ze van die gezellige kleurtjes hebben, maar ze liggen lekker in de hand en ook de haak van de naald glijdt makkelijk door je werk heen. Dat werkt natuurlijk wel zo fijn. Voordat we gaan beginnen, heb ik nog een paar tips voor de beginnende haakster. Je zithouding. Je zithouding is heel belangrijk om lekker comfortabel te kunnen haken. Je ziet vaak dat als mensen beginnen met haken, dat ze heel gespannen zijn, omdat het toch best nieuw is allemaal. En dan gaan de schouders hoog zitten. Vervolgens houden ze ook een haakwerkje hoog en dan merk je dat je eigenlijk helemaal verkrampt gaat zitten. Probeer je schouders zo laag mogelijk te houden en rustig door te ademen. En op die manier verhoog je gewoon het plezier in je haakwerk. Dan is het ook heel belangrijk dat je je haaknaald ontspannen vasthoudt. Dat kan op 2 manieren. Het kan bovenhands of het kan onderhands. Wat vooral belangrijk is, is dat je niet in de haaknaald knijpt en dat je gewoon lekker ontspannen te werk gaat. Tijdens het haken maak ik ook gebruik van steekmarkeerders. Je kunt deze om de 10 à 20 steken in je haakwerk stoppen, zodat je de tel niet kwijtraakt. Ik laat het je later nog eventjes zien hoe dit werkt. We beginnen vandaag met de basis van het haken. De opzetlus en de ketting van lossen. Hiervoor heb je nodig je garen en haaknaald nummer 6. We gaan starten met het maken van de opzetlus. Je hebt hier het korte deel van de draad en het lange deel van de draad. We gaan nu de korte draad over de lange draad halen, dat er een kruisje ontstaat. En je gaat dan met je hand door het gat en pakt de lange draad op. Je houdt dan de 2 uiteinden van de draden vast en dan trek je, zodat er een lusje ontstaat. Als je nu aan de lange draad zou trekken, dan gaat het lusje bewegen en dan kun je hem kleiner maken. Dit noemen we de opzetlus. En door de opzetlus kun je je haaknaald steken. Als je dan de lange draad nog ietsje meer aantrekt, zorg je dat je de lus op je haaknaald zet. Niet te strak, want dan kan die niet meer bewegen. Ook niet te los. Dan gaan we de draadspanning doen. Het is heel belangrijk dat je je draad goed vasthoudt. Het helpt je met haken, het maakt het makkelijker. Je pakt je wijsvinger en legt die tegen het knoopje aan. Dan weef je de draad tussen je wijsvinger, je middelvinger en je ringvinger door. Je ziet dan dat het een soort natuurlijke rem wordt, want als ik hem heel strak aantrek, krijg ik hele strakke steken. Dat willen we niet. Als ik hem heel loslaat, krijg ik hele losse steken. De kunst is eigenlijk om hem zo geleidelijk mogelijk te laten lopen, waardoor je een regelmatig haakwerk krijgt. Je ziet dan aan de bovenkant dat de draad over je wijsvinger loopt. En dat is eigenlijk een beetje het werkblad waar je op gaat werken. Dan kunnen we nu gaan starten met onze ketting van lossen. Als je gaat beginnen met het haken van een losse, is het makkelijkst om met je duim de korte draad tegen te houden. Dat voorkomt dat het gaat wiebelen. We gaan nu met de haaknaald onder de draad door die op je wijsvinger staat. En dan haal je met de haak de draad door het lusje. Je hebt nu 1 losse gehaakt. Nu gaan we dit herhalen. Dus jij schuift hem onder de draad door. En je trekt de draad door het lusje heen. Ik ga het nog een keertje laten zien. Je schuift hem onder de draad door. En je trekt hem met de haak door het lusje heen. Waar je even op kunt letten nog, is hoe de haaknaald wijst. Als ik hem eronder door zou halen en ik zou hem er zo doorheen willen trekken, dan maak ik het mezelf moeilijk, want dat lukt niet. Als je hem op deze manier er doorheen schuift, een soort van scheppende beweging, dan zul je zien dat het allemaal veel soepeler gaat.
Wat belangrijk is om te weten is dat je ketting van lossen vaak strakker wordt dan de rest van je haakwerk. Haak deze ketting dus een stukje losser of pak een grotere haaknaald. Ik heb nu 4 lossen gehaakt. Ik haak nog een 5e. Een 6e. En een 7e. Je ziet nu eigenlijk een soort van V'tje ontstaan met een klein gaatje erin. En elk gaatje, dat is eigenlijk, telt dat voor 1 steek. Dus het zijn nu 7 lossen die ik gehaakt heb. Je ziet hier het patroon. Je haakt een ketting van 148 lossen. Je ziet hieronder de tekening daarvan. Elk rondje, dat is een losse. En je ziet dat aan het eind staat hier een losse omhoog. Dat is een keerlosse. Dat is eigenlijk hetzelfde als een gewone losse. Alleen wordt die gebruikt om je werk om te kunnen draaien op een mooie manier. In de rest van de patronen zul je nog meer verschillende steken tegen gaan komen. En je ziet hier de legenda van de verschillende steken. De losse, de halve vaste, de vaste, halfstokje, een stokje, een dubbelstokje. Haken in de voorste lus en haken in de achterste lus. Wat ik jullie natuurlijk nog allemaal uit ga leggen. Dit is dus het allereerste begin van onze prachtige droomdeken. Volgende week beginnen we met de allereerste les. Ik zie je dan. Doeg!